Ik ben Amine Essabri, 18 jaar oud, geboren getogen in Den Haag. Speel al 7 jaar bij ADO. Ik ben linksbenig, maar kan zo ook met rechts voetballen. Ik ben de nummer 10, rechtsbuiten. Een beetje een vrije rol. Ik ben creatief, technisch, goede trap. Ja, dat is Amine Essabri. Het is een hele mooie, speciale dag voor mij. Dat ik een contract ga tekenen. Ik werk al mijn hele leven ervoor. Als kleine jongen vanaf de straat in Den Haag tot nu, tekenen in het stadion. Het is mooi dat het nu gaat lonen. Ik zie het als een beloning van de club en vertrouwen dat ze mij de kans geven om mij verder te ontwikkelen. En ik hoop dat ik de keuze waar kan maken. Ik ben op Belgisch international. Als je tegen bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk speelt, dan zie je dat het allemaal jongens zijn die zijn doorgebroken. Het is een hele mooi podium om op te acteren. Mijn concurrent, die is de basisspeler van Club Brugge 1. Die stond een paar weken geleden in de basis in de Champions League tegen bijvoorbeeld Mbappé, Neymar. Dus het is goed dat je daarmee kan concurreren. Mijn familie is heel belangrijk voor mij. Mijn ouders hebben 7 jaar lang, eigenlijk al veel langer, maar bij ADO hebben ze alles voor mij gedaan. En na trainingen brengen, wedstrijden, extra trainen. Mijn moeder die elke keer voeding klaarmaakt. Mijn vader die altijd meedenkt. Die heb ik wel altijd nodig gehad. Als ik een groen-gele shirt aan heb van ADO Den Haag, dan krijg ik een warm gevoel. Wil ik strijden, wil ik goals maken, assisten geven en wil ik altijd winnen. Tot het laatste fluitsignaal zal ik alles geven. Ik ben zeker een kind van de club. Ik ben hier een soort van getogen. En ook, ik woon ook 5 minuutjes, 10 minuutjes hier vandaan. Dus als ik een vrije dag heb, kom ik hier ook gewoon een balletje trappen. Uiteindelijk wil ik in het eerste van ADO spelen. Ik denk dat ik er wel bijna ben. En ik hoop dat ik dit jaar, zeg maar tot 2021, dat ik dan nog mee kan spelen. Het ligt natuurlijk aan de trainer, maar ik hoop van wel. Voetbal is mijn leven. Ik doe er alles voor. Ik ben elke dag bezig met een bal. Elke dag.